Maar die had je nog niet. Nee. Dat is eigenlijk een verrassing voor Sarah. Deur. Ja, oh, Renna. We hebben ook nog een lekker tietje. Oh, laat jij maar zien. Jij hebt het meegenomen. Zo gezellig om nu 's avonds buiten te lopen. Het is zaterdag. Je hebt een weekje zwemdiploma. Ja, kijk. Leuk, hè? Je hebt al een week officieel je diploma. Ja, vandaag niks op de planning. Voelt nu allemaal redelijk. Dat zeg ik heel hoopvol. Maar we gaan het zien. De buurjongetje stond al in ieder geval. Het is niet een buurjongetje, hè? Maar hij is hier heel vaak bij opa, dus ze speelt ermee als een buurjongetje. Die stond er voor de deur. Dus ze wilde een spelletje even spelen en er ontbijt op eten. Dus ze gaat zo buiten spelen. Ja, je moet je zo nog even aankleden in een pyjama. Wil je de sale laten zien? Nou, vooruit. Sarah is dus Pokémon aan het vangen. Ja, en deze lukt me nog niet. Dan denk je dat hij nu blijft zitten? Ja. Eigenlijk wel een luguber idee dat je beesten in ballen opsluit. Kijk. Ja, je hebt hem. Oh, wacht. Kijk, ze zijn allemaal helemaal goed gelegen. Ja. Omdat ik die moest doen voor een gevecht te winnen, heb ik allemaal waterpokémons erin gezet. Oh, vandaar. Ja, daarom was die had je nog niet. Nee. Heb je er nog veel die je niet hebt dan? Of heb je wel bijna alles wat te vangen is? Ik ben in een tunnel waar ik Mewtwo kan vinden. Hé. Hey. Een pokeball. Die moet ik altijd voor jou vangen, hè? Nou ja, dat is wel zo handig. Je hebt weer iets gratis. You found a super lure. It's now in your bag. Gratis is altijd goed, hè? Ik heb me ondertussen aangekleed. Ik heb even een trui van Marco gepakt. En ze is lekker aan het buitenspelen. En dan weer binnen zijn met buurkindjes. Dus ze rennen om en om de huizen in. En wat leuk. De moeder van Mila die appte of Sarah kon spelen, maar Sarah is natuurlijk daar nu op dit moment ook binnen. Dus ik zeg wel, kom Mila dadelijk niet eten, dus dat is eigenlijk een verrassing voor Sarah. En Sarah moet om 4 uur thuis zijn en Mila komt om 4:30, dus dat is helemaal leuk en ze weet van niks. Dus dan is het op een gegeven moment, oh dus opa, tada, ik kom eten. Nou, helemaal leuk. Ik ga nog even een middagdutje doen, want die doen we momenteel gewoon heel erg goed. Mario Kart. Wil je mij erin doen? Ja, Mario Kart. Ja. Oh, Renna. Wie is dat, Sarah? Kijk of ze het snapt, want volgens mij denkt ze nee, dat kan helemaal niet. Maar ze weet niet dat we dat geregeld hebben. Ik weet niet wat ze allemaal zeggen. Of het is een ander vriendje wat nu aan de deur staat. Oh, staat Mila wel. Met Georgia. Ja. Ja, ze weet het natuurlijk nog niet. Ik weet niet, ja, de afstand niet heeft gelaten. Ik ben hem kwijt. Ligt in de keuken of zo. Mila komt bij ons eten. Ja, dat wist ik. Ze hebben aftar mee. En deze wat is voor lief. Jou. Lief. Oh, dank je. Oh, dan doen we dat na het eten. Dat is lekker. Een lekkere toetje hebben we. Georgia mag, ook, Georgia mag ook naar binnen lopen, hoor, schat. Mag ook naar binnen, hoor, Georgia. Mama, kijk. Het is gemakkelijk. Ja. Oh, het ruikt. Lekker, hè? Oh, ja, ik ruik hem ook. Doen we die na het eten? Als toetje. Hallo, Mila. Je bent een verrassing voor Sarah. Ja. Je wist het niet. Ja. Ja. Mogen we dit als toetje? Nou, we doen dan dat en appeltaart als toetje. Okay. Ja? Ja? Ja, Mila die is zo van de appeltaart. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Kijk, deze heb ik gekregen. Oh, wat lief. Hij ruikt wel echt heel lekker, de appeltaart.
Ja, mama heeft het gewoon gemaakt. We zitten gezellig aan tafel en ik heb een Annekientje naast me vandaag. Je wilde naast mij zitten gezellig, hè? En ik had mijn plek al gemaakt. En dat was ja, en nu zit jij een keer naast papa. Gaan we gezellig zo eten. Is toch leuk? Eet smakelijk allemaal. Smakelijk. Hebben we ook nog lekker tietje. Oh, laat jij maar zien. Jij hebt het meegenomen. Die voor... Oh, hij wil niet scherp stellen. Kijken. Die voor jou en Sarah. Ja. En die kwamen ook met appeltaart, hè? Ja, die heeft mama gebakken en ik heb een beetje geholpen met kneden. Nou, lekker. Dit hoeft niet, Sarah. Ja, die, oh ja, Lila heeft hem hier nodig, want die wil geen appeltaart. Die wil alleen, maak hem maar open. Dan geven jullie allebei. En dan doen we die even snijden. En dan, jij wil een klein puntje appeltaart, hè? Ja. Oké. Okay. Kijk hoe lekker die eruit ziet. Zo gezellig om nu s'avonds buiten te lopen. Al die lampjes. Ik ben met Sarah Mila naar huis aan het brengen. Nee, ja. Oh ja. Ja, wel. Voorzichtig dat randje af, Mila, want dat bord ligt onder die wagen. Maar dan kom je helemaal in de kerststemming. Overal lampjes. Helemaal leuk. En Sarah heeft ook lampjes. Kijk, Sarah raken we niet kwijt. Moet je daarom je laarzen aan? Het is wel cool in het donker, hè, je laarzen zo. Ja, het is echt heel leuk. Op beeld zie ik ook echt alleen je laarzen. Je lampjes. Ik heb net geslapen. Toen heb ik geëdit. Toen heb ik nog even gelegen. En toen viel ik weer in slaap. En nu ga ik Salt kijken. Die heb ik een tijdje geleden in mijn kijklijst gezet. En die heb ik zo lang geleden, toen die net uit was, gezien. Maar ik heb gewoon echt geen idee meer hoe die gaat. Dus wel grappig dat je films dan soms weer helemaal vergeet. En dat je ze gewoon helemaal opnieuw kan kijken. Waarschijnlijk als ik hem dan kijk, denk ik weer, oh ja, zo zat het. Zo grappig dat je dan film kijkt en dan ondertussen denkt, oh ja, dit weet ik nog. Maar gewoon heel de tijd niet weet hoe het verder gaat. Dus alsnog een beetje een nieuwe film gekeken. Nu ga ik naar bed. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, vergeet dan ook niet op abonneren hier te klikken. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!